Hoi Kanjers, goedemiddag. Een meedenkertje. 20 september, want daar willen we naartoe. We willen 80 tot 100.000 man minimaal in Den Haag hebben. Gaat dat zo lukken? Nee, natuurlijk niet. Daar moeten we echt wel even iets voor gaan doen. Nou, even... We hebben de bruggenactie, we hebben de bordenacties, we hebben de flyers. We hebben eigenlijk heel veel. Alleen hier staan allemaal boodschappen op richting de politiek. De 20e, natuurlijk als we daar staan gaan we richting de politiek. Maar daarvoor, we willen onze boodschappen even richten aan ons medemens. Dus als jij op zo'n prachtige brug staat of viaduct met zo'n omgekeerde vlag. En je hebt daar toch al banners hangen. Verander die eens voor een paar dagen met de tekst van Prinsjesdag, 20 september, Den Haag, zegt het volk, wij zijn het zat. Ben jij erbij om 12 uur, ik noem maar even een zijstraat, en zet die op je banner of op je flyer, deel je flyers uit, zodat ze echt in brievenbussen en aan mensen, en vooral in grote winkelcentra's, uitgereikt gaan worden. Op de viaducten, en nou, we weten 80% wat langs rijdt, geeft een klakson of een lichtsignaal of die duimen zwaaien. We hebben zelfs gezien op de A4 en ja, dat valt me op, maar dat zijn eigenlijk alleen maar de Marokkanen uit die auto. Weet je, die hebben we ook allemaal nodig, maar die moeten het wel weten. Dus zet gewoon je boodschap op. Ook die borden, hè? Want we hebben ook bordenacties. Je weet wel, die groep met 40 borden, bam. Allemaal politieke boodschappen. Maar laten deze teksten nou gewoon even vervangen worden voor de oproepen om massaal naar Den Haag te komen op Prinsjesdag. Met de boodschap van wij zwaaien Rutte 4 tabé. Bij deze het volk zegt een dikke nee of plaats iets op die borden. Erg belangrijk. Doe het vooral ook even delen. Want het zijn maar de kleine dingen waar je ja, die je meestal vergeet of zo. Maar zo bereiken we wel ons medemens. En daar gaat het even om. Die hebben we nodig. Dus die boodschappen moeten we nu tot de 19e hebben we de tijd om die te verspreiden. Dus flyeren, de bordenacties, verander die teksten even. Omdat je ook gewoon zet er 3, 4 borden tussen met die tekst. De banners op de bruggen, de flyertjes. En het hoeft niet duur te zijn. Want je weet, ik denk vanuit het hartje. En dat was mijn hondje, ik zat aan een opladertje vast. Nu niet meer, dus mijn batterijtje gaat ook zo leeg. Het hoeft niet duur te zijn, weet je. Pak gewoon een laken met een dik zwart stift. Of misschien heb je nog een spuitbus met kom naar Den Haag. Het volk is het zat. Wij zeggen nee, we zwaaien jullie uit. Maak er iets moois van. Samen sterk. Oh, leuk dat jij ook een keertje reageert, Jury. Na al die jaren. Goed bezig, gozer. Vooral zo doorgaan. Even kijken. Uiteraard, ik vergeet. Nou, dat was het. Kleine boodschap. Althans, eigenlijk is het gewoon meedenken. Verander even je actie. Maak er gewoon een boodschap voor richting het volk. En dat we gewoon misschien wel daadwerkelijk met die 80.000 man daar gaan staan. Want ja, ik doe het al een paar jaar. Ik heb verschillende groepen acties willen zien, doen, laten uitvoeren. Maar het moet gewoon vanuit het volk, vanuit ons hartje. Zo moeten wij daarheen. Nou, voor zover. Ik ben benieuwd. Ik zal het ook leuk vinden hè, als dat gebeurt. Dat je er een fotootje van maakt. En dat je van, kijk, man, vind ik ook leuk een beetje feedback en input. En... succes, Kanjers, zet hem op, toi, toi, toi. Ik hoop dat hij opgepakt wordt. En ja, want als je op zo'n viaductje staat, nou, dan rijden echt wel honderden mensen per avond onderdoor. Weet je, als honderden mensen per avond dit op zo'n viaductje lezen, hey, dit moeten we doen. Kanjers, one love, tot de volgende.